onze pompoen die wordt naar het surfvlees gegeven. Alleen de pompoen die wij telen, die telen we voor de pis. Nog een klein beetje van de planting, zie je dat? De stichting is ontstaan doordat ik zelf in de kruiden en specerijen werkte en moeder ben geworden. En ik merkte gewoon dat er best wel heel veel zout en suiker in zat. Dus toen ben ik eigenlijk mijn eigen kruidenlijn begonnen. Op die manier probeer ik dus moeders, gezinnen, ouders te bereiken om gezondere voedingskeuzes voor hun kinderen te kunnen aanbieden. Ik merkte dat ik nog niet altijd alle ouders gezinnen bereikte, zeg maar. Dus ik dacht, hoe kan ik nog beter de kinderen bereiken? Want dat is natuurlijk het belangrijkst. En dat is door middel van deze stichting. We bieden vier onderdelen aan scholen. Dat is op bezoek bij de boer, dus dan werken we samen met de boeren. We werken met een diëtiste, die biedt de kinderen een kidscursus etiketten lezen. Dus we doen een proeverijtje met allemaal lokale producten eigenlijk, die ze meestal niet kennen. En we doen nog een kookworkshop, zodat de kinderen zelf een gezondere maaltijd kunnen bereiden. Het ultieme doel voor ons is eigenlijk dat de kinderen door de vier workshops die we hebben aangeboden betere beslissingen voor hunzelf kunnen nemen, zodat ze een gezondere toekomst tegemoet gaan. We kunnen best wel veel met de bijdrage van het Mensenfonds, maar we hebben al best wel veel spullen aangeschaft, zoals schorten, messen, maar ook bijvoorbeeld receptenkaartjes waar we dus nu mee gekookt hebben. Wij zijn hier om de kinderen toch wegwijs te maken in het leren eten koken. En op een gezonde manier ook met kruiden te werken, zodat ze ook weten wat er allemaal in het voedsel zit. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief wat Isabel met name met haar stichting de Achterhoekse Kleine Preuves doet. En het is natuurlijk fantastisch dat ze sponsoren zoals de Mensis heeft, waarmee ze heel veel dingen kan doen.